Ik ben Thibaut en mijn urban craft is letterbeeldhouwen. Wel, 3 jaar geleden heb ik eigenlijk de microbe te pakken gekregen van mijn zus. Zij is nu 18 jaar letterbeeldhouwster. En toen ben ik eigenlijk in opleiding gaan bij haar tot letterbeeldhouwer. Zoals bij veel ambachten is het echt wel nodig om het heel lang en heel veel elke dag te doen. En dan nog duurt het eigenlijk echt wel jaren en jaren voordat je het onder de knie krijgt. De twee grote luiken zijn enerzijds het ontwerpen, het calligrafische, typografische en anderzijds het beeldhouwen op zich. Het ene is creatief, het andere is veel meer technisch en veel meer ambachtelijk. We beginnen met pen en penseel op papier. Dat is het uiteraard calligrafische luik. Zonder een deftig ontwerp kun je niet verder. Wat we doen is eerst zoeken op een aantal lettertypes, een aantal richtingen waarin het woord het best tot uiting komt. Maar ik persoonlijk ben nog veel meer geïnteresseerd in typografie dan in calligrafie. En dat is iets dat weinig terugkomt in het letterbeeldhouwen, dat ik persoonlijk meer naartoe wil. Ik zie heel graag een typografische letter. Ik zie heel graag een rechtlijnig ontwerp. We werken enkel in natuursteen en in alles van natuursteen behalve graniet. Omdat we werken met hamer en beitel en graniet is nu eenmaal te hard om mooi in te kappen. En elke natuursteen gedraagt zich anders. Bijvoorbeeld een blauwsteen is veel harder dan een Franse witsteen. Maar heeft ook wel wat fossielen, waardoor dat er soms zachte plekken zijn. Terwijl een leisteen bijvoorbeeld, Welsh slate, waar we heel vaak in werken, is heel schilferachtig. Het is iets wat ik graag doe. Ik vind het heel ontspannend. Ik vind het is ook een heel ritmische klop. Ik ga niet zeggen dat het meditatief is, zo ver gaat het ook niet gaan, maar voor mij heel rustgevend. In die typografische richting zou ik zelf een nieuwe weg willen inslaan die ik nog niet helemaal gevonden heb. Ik ben nu 3 jaar bezig en ik denk dat ik mezelf nog wel een aantal jaar moet geven om helemaal mijn eigen weg te vinden. Ik weet gewoon dat het die richting zal uitgaan.